De verschillende districtscommissarissen van de district Sipaliwini gaan samenwerken om de vele diefstallen op hun commissariaat op te lossen. De DC's Walter Boyaski, Oseya Bini en Monique Sapa hebben vaker aangegeven dat dit probleem tot het verleden te willen laten behoren. De districtscommissaris van het Paramaka-gebied, Oseya Bini, geeft aan dat er recent gesprekken zijn gevoerd met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuels, en de directeur Mafrik Buyuku over dit probleem. We zijn bezig als DC samen dat op te pakken, omdat wij niet langer kunnen wachten. Want als je langer wacht en er komen dieven, dan steeds gaan er dingen verloren. Dus wij hebben gezegd van wij gaan kijken hoe we dat alvast kunnen oppakken, wachtende op wat het ministerie gaat doen. Want we hebben het al doorgerapporteerd aan het ministerie en ze zouden gaan kijken naar mogelijkheden. Verder geeft Yabini ook aan dat er gesprekken zijn gevoerd over de weinige middelen waarmee de DC's hun werk moeten uitvoeren. De oproep naar de regering was ook om meer middelen vrij te maken voor het districtsfonds. Hij benadrukt dat door dit gebrek de gemeenschap een ander beeld heeft over het functioneren van de DC's. We gaan dan de gemeenschap laten weten dat wij alles eraan doen om het werk te doen, maar als we weinig financiële middelen hebben, kunnen we niet bewegen. Dus daarom hadden we oproep gedaan aan de overheid en we hebben gevraagd van laten ze kijken om meer financiële middelen voor ons in de districtsfonds te storten, zodat we vrij kunnen bewegen, zodat we onze werkzaamheden vrij kunnen doen.